Jo, we zien hier nog een keer weer. Dat congé, de meeste vertraging en kan je een andere auto. Hoe gaan we dat oplossen? Met dakdrawers. Vandaag en over dakdrawers, namelijk tulle dakdrawers. Ga er wat doen. Kijk. Zie je dat hier zit? Dat is geen dakdrawer, dat is een onderdeel van een dakdrawer. Waarom zit dat hier op? Ik ga het een keer doen. Kijk een keer door. Heb die auto, zie je door dakdrawers zit, hey, zie je daar zit, met een velo. En wel? Dat systeem kan ik in 10 minuutjes overzetten. Naar die auto. Wat wil dat zijn? Twee auto's in een systeem. Veel goedkoper natuurlijk. Ja, anders moet je er twee kopen. Nu kun je mee in. Als moeder zegt, ja, moet commissies gaan doen. En je gaat zeggen, ja, kan ik wel een mountainbike. Ik heb wel een auto nodig. En wel, 10 minuutjes, baf, baf, door het. En het fixed. Ik ga er nog even wat doen. Tulle systeem, dan weer in. Dus dat rapid systeem van Tulle, rapid, staat eigenlijk voor snel. En snel wil zijn vlug gaan wisselen van auto. Dus je moet hier gewoon die adapter kopen voor die auto. Klik los en op de naam. Wat zie je hier nog? Ze noemen dat wingbars bij Tulle. Wat zijn wingbars? Dat zijn platte of afgeplatte baren. Hey. En dat is gemaakt voor het windgeruis te verminderen en economischer te rijden, omdat er minder weerstand is. Hey. En papier. Okay. Wat staat er hier nu nog? Hey? Hier staat er een envelop. Je kunt dat ook zien. Hey. En dat is een systeem van Tulle, dat is een van de 7 of 8 verschillende systeem van fietsendragers dan zijn. En ik heb dat systeem gekozen, waarom? Omdat dat het systeem is met de langste wielbasis. Dat is hier een trailbike dat hierop staat. Een trailbike grotere een langere wielbasis, dus dat kan niet op iedere fietsendrager. Een gewone fietsendrager schiet dat wiel eraf en die buizen tekort. Kijk, wat kan ik doen? Die staat hier nu netjes het maximum. Hey. En, omdat er wel goed is, vind ik, je werd hier gepakt op de oven. Hoe werkt dat systeem? Als ik die klepel achteruit duw, kan ik gewoon mijn oven eruit trekken. Hè? Je doet hem hier van achter los, natuurlijk slotje eraf en het in de velo in. Ja. Een goed systeem omdat dat stabieler is. Als je wiel moet opspannen van voren, staat je op de wielkant dan meer dans. Als is, staat dat beter vast. Dat is ook nog beveiligd met verschillende slotjes. Kan je dat nog eens doen? Je hebt hier het slotje voor je fietsdrager stangen, baren zelf vast te zetten. Een slot voor je oven te vergrendelen. Hè? Tom! En kijk hier nog een slot rond het kader hangen en rond die baren. Moesten ze wel, dan ze toch moeten naar slot deuren snijden voor hem mee te pakken. Ton! En nog een keer een slotje hierop voor je spanriemke te beveiligen. En je hebt dan natuurlijk nog een keer de slotjes dan daarop zetten. Dus het zijn er 4 slotjes aan en is tamelijk veilig. Ja, is dat super veilig? Ja, als het wel pakken, gaan ze het toch pakken. He. Dus dat moet je niet overmelden tegen mij. Maar ik wil wel nog doen wat aan ze en al marge en bij Tulle. Dus compatibel met skiboxen, dat moet toch niet van Tulle zijn. Hè? Dan kan je daar een andere skibox ook op zetten. Dat is met tegenleuven. Ik ga dat dan wel een keer uitleggen. Kijk, wat anders zijn. Als je vragen hebt, of je raakt er geen weg uit, of je raakt er geen wijs uit, sorry. Kom de keer af en ik ga het je allemaal uitleggen. Hè? En we gaan dan een keer kijken wat het beste is voor je. We gaan dat fixen en dat komt in orde. En je 3 auto's thuis, en wel, je moet maar één set kopen en we gaan het maken dat het voor je 3 auto's past. Voilà, dat was het.